Een opleiding in het hoger onderwijs brengt administratie met zich mee. Hoe inschrijven en nuttige praktische informatie vind je in deze PowerPoint. Ben je na het beluisteren en lezen van alle informatie geïnteresseerd om de opleiding te starten, dan maak je via mail een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek met je stuwercoach gebeurt op afspraak. Wie jouw stuwercoach is, vind je op de website. Doel van dit gesprek is om te polsen naar jouw motivatie en om eventuele onduidelijkheden te bespreken. Na het intakegesprek krijg je een toelatingsformulier waarmee je je kan inschrijven. Deze inschrijving kan volledig online gebeuren. Voorwaarde om te kunnen inschrijven is het hebben van een diploma secundair onderwijs en het toelatingsformulier dat verstrekt wordt door de stuurcoach. Het studiegeld bestaat uit twee delen. Je betaalt enerzijds een vaste administratieve kost van €247,9. Daarnaast betaal je per studiepunt dat je opneemt in je programma. Bijvoorbeeld, heb je een programma van 48 studiepunten, dan betaal je €247,9 vaste kost plus 48 studiepunten maal 11,9, wat het totale inschrijfgeld voor dit academiejaar op €819,1 brengt. Gezien het inschrijvingsgeld berekend wordt per opgenomen studiepunt, is het belangrijk om goed na te denken over het aantal opleidingsonderdelen dat je opneemt in je programma. Ben je beursstudent, dan betaal je €113,2. Inschrijfgelden worden jaarlijks aangepast aan de index. Naast het inschrijvingsgeld is er een bijkomende kost voor cursusmateriaal en handboeken en dit hangt af van de opleidingsonderdelen die je opneemt. We hebben in UCLL vele campussen. De stuberopleiding wordt georganiseerd op de campus Oudeluikerbaan in Hasselt. Afgekort noemen we dit campus OLB. We starten het academiejaar half september op deze campus. De exacte datum voor opstart academiejaar krijgen jullie later bij inschrijving. Ook voor werkstudenten biedt de hogeschool heel wat faciliteiten. Zo kan je gebruik maken van het leercentrum en de mediatheek. Bij de sociale dienst kan je terecht met al je vragen over het financiële. Heb je moeite met je studiemethode, dan kan je ondersteuning krijgen van de studiecoach. Heel wat Vlaamse werknemers hebben recht op Vlaams opleidingsverlof, het vroegere betaald educatief verlof. Bespreek dit met je werkgever. Wij zijn een door VOV erkende opleiding. Of je recht hebt op opleidingschecks om je studiegeld te betalen, kan je vragen bij de VDAB. Verder is er zeer veel interessante informatie te vinden op de website Centen voor Studenten. En tot slot, hebben jullie nog vragen? Aarzel niet om ons via mail te contacteren.